Nieuw, kritisch en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant podcast. Dit is de Andere Krant podcast. Fijn dat je luistert. We gaan weer praten met journalisten, schrijvers en iedereen die betrokken is bij de Andere Krant. En mensen, we moeten even bijkomen. Bijkomen van een hele rare week, want we zitten hier bij de krant toch een beetje bij te komen van de demonstratie die geweest is op 2 januari. En ik ga daar met iemand over in gesprek. Dat is namelijk Raf Jansen. Hij is een van de oud-veteranen die bij de demonstratie aanwezig was. In het gelid voor vrijheid. Raf, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel Niels. Hoe is het met je? Verbazingwekkend goed hoor. Als je kijkt wat er allemaal is gebeurd met niet alleen mij, maar met onze hele groep en met meerdere demonstranten zondag, dan sta ik er toch wel van te kijken dat iedereen zich zo kranig weet te houden en zich eigenlijk wat dat betreft meer gesterkt voelt door hetgeen wat daar is plaatsgevonden als verslagen. Oké, dat is goed om te horen. Ja, er is veel gebeurd. Er is ook veel vastgelegd op camera. Want ik heb deze week ook even lopen zoeken naar wat beelden en wat verslagen. Mm-hmm. Want dat is wel even leuk om eventjes in te zoomen. Ik wil eerst even weten van jou. Hoe begin je nou zo'n dag als club in het gelid voor de vrijheid? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, dat begint eigenlijk al ver voor die dag. Omdat we natuurlijk altijd in de gaten houden wat er plaatsvindt in Nederland. En voornamelijk op het demoveld. En dus wij proberen al ver van tevoren inlichting te vergaren over wat voor situatie daar wellicht kan ontstaan. En we proberen al proactief van tevoren de verbinding te leggen met de verschillende demogroeperingen. Of met wellicht gemeente en politie, om in ieder geval een duidelijke inschatting te kunnen maken wat voor inzet we daar kunnen verwachten en of de inzet ook wel past bij onze missie en visie. Want wij staan op voor vreedzame demonstranten, dus als wij het idee hebben dat een bepaalde manifestatie een gewelddadig karakter heeft, dan sluit het niet aan bij onze missie. Nee, want precies. Er waren iets van 80 groepen of zo daar aanwezig, hè? 2 januari. Ja, 86 of zo zouden dat zijn. Maar dat was dus voordat het verboden werd door de gemeente. En dat bericht, dat kregen wij dus ook in de week daarvoor kregen we dat te horen. En toen hebben we duidelijke inschatting gemaakt van wat is de verwachting? Gaan dat toch nog grote groepen vreedzame mensen richting het Museumplein? En daar hadden we toch wel duidelijk signalen van gekregen dat het geval zou zijn. Dus op dat moment hebben wij de situatie ingeschat. Zijn we gaan kijken naar de verschillende mogelijkheden die daar zouden plaatsvinden. En dat waren eigenlijk drie mogelijkheden, namelijk of een statisch gebeuren en de mensen zouden blijven op het Museumplein. Maar we hielden ook rekening mee dat wellicht een gedeelte het idee zou hebben om een mars te gaan ondernemen. Dus dat was plan 2. En we hadden nog een plan 3 waarbij de hele mensenmenigte zou gaan wandelen. Dus in die zin hadden we een heel plan gemaakt. Hadden we bepaalde sectoren aangewezen. En de groep eigenlijk verdeeld met bepaalde taken daarin. En wij werken ook met een groepsbevel. Dus we hebben van tevoren een heel groepsbevel gemaakt om onze broeders ervan op de hoogte te brengen wat er zou kunnen plaatsvinden, om ze zo goed mogelijk voorbereid daar te laten staan. Want de veiligheid van onze eigen kameraden is natuurlijk net zo belangrijk als die van de demonstranten. Dus we proberen ze altijd zo goed mogelijk voor te bereiden daarin. En op de dag zelf hebben we dus ook een verzamelpunt aangewezen, waarin we op een bepaalde tijd zijn samengekomen. Daar hebben we alles nog eens goed doorgenomen. We hebben onze comms gecheckt. Want communicatie is natuurlijk een heel belangrijk iets als je allemaal verspreid over zo'n veld bent. Ja. En op basis daarvan hebben we de groepen verdeeld en die hebben een taak en een plek daar uiteindelijk vervuld.
Oké, dus je hebt met elkaar de zaak doorgenomen. Iedereen op zijn post gezet, zeg maar. En ja. wat gebeurde er toen? Want er is nog wel wat gebeurd, hè, die dag. Ja, het bleek dus dat eigenlijk bijna alle toegangswegen tot het museumplein al heel vroegtijdig afgesloten werden door politie en ME. Maar daar werden wel de mensen van buitenaf toegelaten. En die werden wel allemaal gefouilleerd en hun ID gecheckt. Desalniettemin kwam er echt een enorme menigte richting het museumplein. En toen al, ik weet de tijd niet meer precies, maar op een gegeven moment werd er via een drone omgeroepen dat het een verboden demonstratie betrof. En dat iedereen verzocht werd om het plein te verlaten. En toen kwam er vanaf de noordkant werd er een ME-linie neergezet. En die begon het veld al te vegen richting het zuiden. En richting het zuiden was er eigenlijk maar in mijn optiek de enige mogelijkheid om het plein te verlaten was de Van Baarlestraat. Maar omdat het dermate grote getalen waren, was dat een flinke stoet die straat in schoot. En die werd al zeer snel tegengehouden daar halverwege de straat door een blokkade. En gezien het zo'n enorme massa was, kwam daar zo'n tensie, zo'n spanning, de mensen konden ook nergens anders heen. De politie die begon al heel snel nogal agressief op demonstranten in te slaan. Dus wij voelden ons geroepen om daar deescalerend in te werken. En dat doen wij altijd tweezijdig, hoor. Dat is niet alleen naar de politie. We kijken gewoon naar degene die in onze ogen daar gewelddadig is. En uiteindelijk zijn we daar dus voorgesprongen. Is er via de zijkant. Want ja, je moet je voorstellen, als je heel veel water naar een dam brengt, dan op een gegeven moment gaat het eroverheen. En dat was dus ook daar het geval. Dus aan de linkerkant van de Van Baarlestraat was een kleine doorgang ontstaan. Wij hebben daar een linie omheen gezet om de ME, om de demonstranten te beschermen. En die linie hebben we stapvoetsgewijs enigszins zeg maar naar voren toe verplaatst, waardoor die doorgang wat breder werd. En uiteindelijk het gevolg was dat niet de demonstranten ingesloten waren door de ME, maar dat de ME ingesloten was door onze linie en de demonstranten. Ja, ik wil even inhaken, Raf. Ja? Want ik heb een kort fragmentje wat ik even wil laten horen, want inderdaad, die linie die hield geen stand. Uiteindelijk gingen mensen er toch doorheen. En toen vervolgens was er weer even een soort een luid geschreeuw van demonstranten. Dat ga ik even laten horen. Ja. Klopt het dat ik niks hoor? Nee, dat klopt. Het is het geschreeuw wat we vaker horen natuurlijk. Liefde, vrijheid, geen dictatuur, hoorde je net. En dat heb jij waarschijnlijk ook al meegekregen. Ja. Want op een gegeven moment was het niet meer houdbaar voor de politie. En vervolgens kwamen er ook honden bij te passen. Ja, en dat vond ik wel heel erg verontrustend. Omdat wij weten dat naast het dienstwapen de hond per direct daaronder staat als het zwaarste middel wat de politie kan inzetten. En voor een situatie zoals dat daar was, leek me dat zeker niet gepast. Maar er is toch besloten om die honden in te zetten. En meerdere mensen, waaronder ook ik zelf, hebben daar de gevolgen van mogen ondervinden. Dus dat vond ik wel een kwalijke zaak. We zagen zelfs op een gegeven moment dat een aantal agenten gasmaskers op gingen zetten. Wat meestal een teken is dat er traangas ingezet zou worden.
Ja, toen hielden we helemaal ons hart vast. Want je kunt je voorstellen een situatie waar mensen sowieso niet weg kunnen. En dan op die plek honden en traangas gaan inzetten. Dat is een vrijgeleide voor de grootste chaos die je maar kunt bedenken. Dus het was een hele gevaarlijke situatie daar. Oké, maar jij bent ook gebeten door een hond, dus begrijp ik. Ja, op een gegeven moment, ja. Ik zag iets uit mijn ooghoek rechts plaatsvinden. Ik zag dat daar een aantal mensen verslagen werden. Dus ik wilde daar tussen springen. Ik ving een paar klappen op en ik wilde me uit die situatie halen. En ik denk, waarom lukt dat niet? En toen bleek er een hond aan mijn linkerhand te zitten. Ik had gelukkig een handschoen aan. Dus ik voelde het niet zo erg. Maar dat was ook voor de agent in kwestie die hond probeerde te beheersen. Een hele zenuwachtige situatie, want hij probeerde die hond los te trekken en het lukte hem niet. En uit alle macht probeerde hij die kaken open te trekken. En uiteindelijk lukte dat en toen was ik weer los. Maar ja, dat geeft ook wel weer wat voor gevaarlijk wapen dat is. Want het is oncontroleerbaar, zo'n dier. Want die is zo geconditioneerd om niks anders te doen als te happen. En dan doet hij goed. Zo is die dag geleerd. Dus ja, dat is een zwaar wapen, Niels. Ja, nee, dat geloof ik graag. Ik ga even een sprongetje maken in de tijd. Want later de dag ben je opgepakt samen met nog een aantal andere veteranen. En ik ga even een fragment laten horen van een livestream die ik ben tegengekomen, waarin een vrouw wordt geïnterviewd van dus een vrouw van een van de mannen die is opgepakt. Ja. En die zegt vervolgens het volgende. We gaan even luisteren. Ja. Absoluut. Wacht op mijn man hier. Oké. Ja, hij is een van degenen die vastzit. Oh. Dus, we zijn hier en we blijven hier tot hij weer terug is. En die is ook ex-veteraan, jammer. Absoluut, een veteraan. Ja. Ja, absoluut. Ja. Dus, is dat Raf ook? Of, nee, dat is de maat van Raf. Oh, de maat van Raf. Ja, ja. En, dus hij en Raf zitten nog vast? Ja, er zijn nog de enige twee. Er was een derde en die is inmiddels vrij. En Raf en mijn man zijn dan de enige die nog vastzitten. Dus we zijn hier tot ze vrij zijn en geen moment eerder dat we hier weggaan. Nee, precies. Linie of geen linie. Precies, ja. Yeah. Dat is de situatie. Precies, ja. Maakt helemaal niet uit. Mm-hmm. Wij blijven hier toch wel. Ja. Maar weet je ook waarvoor die is opgepakt precies? Want dat weet niemand meer. Ze hebben jacht gemaakt op de veteranen. Ja. Ja, ik was daar vlakbij. Dus ik heb hem ook zien oppakken. En we gingen ontzettend hard handig aan toe. En dus ze hebben dat al een keer eerder geprobeerd om de veteranen te pakken. Ja. Dat was in het begin van de. Dat heb ik veel gezien. Dat is Namakawaku. Oh, daar ook, ja. Ook, ja. En we laten ons daar niet door ontmoedigen. Nee, dat. Echt niet, maar het is wel heftig. Ja, ja, het is wel heftig. En Raf, je bent dus later opgepakt samen met nog een aantal veteranen. En er wordt hier gezegd dat er een soort klopjacht was op jullie. Heb je dat ook zo ervaren? Nou, dat was al redelijk snel duidelijk. Want ter hoogte al van dus die barricade daar op het kruispunt bij de Van Balenstraat. Daar zag ik op een gegeven moment dat er een escalatie aan de overkant was. Dus ik en mijn buddy en nog een buddypaar die gingen daarheen. En daar bleek iemand afgevoerd te zijn. En op het moment dat we daar kwamen. En dus ik sta daar met onze kameraden die daar stonden even overleg te plegen, kijken wat daar de situatie was en dergelijke. En ik stond best wel dicht bij de mensenmassa, eigenlijk een beetje tussen de mensenmassa. En op een gegeven moment zie ik een AE-team. AE-team, dat is een arrestatieeenheid. Die zie ik plots door de politielinie stuiven, recht mijn kant op, specifiek mijn kant op. En twee mannen proberen mij vast te pakken en mee te sleuren. Alleen, ja, er stonden genoeg kameraden om me heen die dat beletten. En ook, ook omstanders die ook per direct zich geroepen voelden om. Oh. Heb je ook een hond thuis, Raf? Ja, hier is een hond. Ze zeggen gevaarlijk hoor. Ja, deze gelukkig niet. Deze is heel goed geconditioneerd. Dus die slaat meteen aan als er iemand voor de deur staat. Maar toen trokken ze mij weg uit die situatie. En ze wisten me te ontfrutselen uit de handen van die arrestatieeenheid. En toen in eerste instantie had ik er nog niet zo heel erg bij stilgestaan. Ja, ik begreep het niet zozeer waarom ze mij zouden moeten hebben. Omdat ik altijd een hele duidelijke deescalerende rol compleet
compleet geweldloos en vreedzaam mijn werkzaamheden wil doen. En daarnaast ook altijd een hele goede verbinding probeer te leggen met alle aanwezige, in dit geval agenten en dergelijke. Dus op dat moment begreep ik het eigenlijk helemaal niet zozeer waarvoor ze het dan op mij gemunt zouden hebben. Dus ik had er verder niet zoveel aandacht aan geschonken. Totdat de stoet dus uiteindelijk na die insluiting doorliep richting Westerpark. En ter hoogte van de ingang van Westerpark, daar bij de bruggetje, daar stond ook aan de rechterkant stond daar een ME-eenheid. Die was daar gesitueerd en die... Daar stonden een aantal van mijn kameraden ook voor om daar de situatie in de gaten te houden. Dus ik loop daar zo langs en ik zie uit mijn ooghoek iemand die ik ken en die wilde ik even gelukkig nieuwjaar wensen. En voordat ik nog mijn hand naar hem toe kan steken, was er weer een arrestatieeenheid, en wellicht dezelfde, die door onze linie heen stoof en wederom mij uit de mensenmassa gericht plukte. Wow. Wederom was dat voorkomen door de alertheid van mijn makkers en een aantal omstanders. En moesten ze toch weer zich terugtrekken. Maar toen was wel duidelijk dat het heel specifiek op mij gericht was, die actie. Okay. Dus vanaf dat moment waren we er wel wat kino op. Maar uiteindelijk de hele meute, of dan zo'n groot gedeelte van de meute, wist zich te verzamelen op het Westerpark. En toen wij daar hadden gezien dat op zich de situatie veilig leek. Er waren geen kwalijke elementen vanuit de demonstranten. Er was daar geen signalen dat de politie daar iets gewelddadigs zou ondernemen. Dus toen vervolgden wij onze weg weer terug naar het Museumplein om daar de situatie te bekijken en uiteindelijk huiswaarts te willen gaan. Toen wij uiteindelijk ingesloten zijn geraakt met onze groep door een 6-7-tal busjes die tegen het verkeer in die straat in donderden ons insloten en specifiek mij weer uit die groep plukten. Dus ik heb geen verzet geboden. Ik heb me in de boeien laten slaan. En ze hebben me afgevoerd naar het cellencomplex in de Bijlmer, is dat, Zuidoost. Ja. Ja. En dat was in een nutshell waarom ik toch wel duidelijk het idee heb dat ze specifiek het op ons hebben gemunt. En zeker omdat er geen enkele aanleiding in onze ogen was. Duidelijk. Ik heb toch nog even een vraagje nog, want ik zie ook op social media vaak wel eens mensen die suggereren, ja, we zien ook gewoon veteranen lopen in een spijkerbroek en dat zijn gewoon geen echte veteranen. Nou, wij hebben er juist voor gekozen om ons te manifesteren met spijkerbroek en gevechtsjas en baret. Omdat wij het onderscheid duidelijk willen maken dat wij niet actief dienende militairen zijn. En onze spijkerbroek staat voor het feit dat wij burgers, voor de helft burgers zijn. Maar wel bezorgde burgers met een militaire afkomst. En vandaar dat wij dat duidelijk maken door ons militaire bovenuniform en onze baret. Dus daar zit een hele duidelijke voor ons verklaarbare reden aan. En wij merken ook dat onze aanwezigheid en onze zichtbaarheid al direct een de-escalerende werking op een hele situatie kan hebben. Omdat we herkenbaar zijn voor zowel de demonstranten als voor de politie. En zeker de politie waarmee we in verbinding zijn, die maken ook duidelijk dat ze ook blij zijn daardoor. Omdat ze merken dat wij een veel betere de-escalerende werking op ook de demonstranten hebben. Omdat hun uniform vaak wel een stukje overheidssignaal geven, waar veel demonstranten soms wel eens een keer als een rode lap op een stier kan werken. Oké, dat triggert dus wel, zeg jij. Dus de kledij die politieagenten aan hebben. Ja, bij een aantal demonstranten merken we dat wel iets triggert. Ja, ja. Ja. Raf, tot slot. We zijn natuurlijk al een tijdje bezig met demonstreren, hè, in Nederland. In het buitenland zie je dat natuurlijk veelvuldig. Is er iets positiefs over te melden? Want ik wil toch positief afsluiten. Ik sprak jou gisteren ook even en jij bent toch een positieve kerel. Wat wil je erover zeggen? Want jij ziet ook een andere tendens, hè?
Nou ja, ik zie sowieso dat er een hele grote groei is van mensen die zich steeds meer durven uit te spreken. En dat vind ik een positief iets, want ik vind dat iedereen het vrije recht bezit om zich uit te mogen spreken als dat vreedzaam gebeurt. En daar zie ik een grote tendens in, maar ik zie ook duidelijk, zie ik ook een bewustzijn ontwikkelen bij meerdere mensen en ook zeker bij politieagenten en bij mensen bij gemeenten die toch ook wel zoiets hebben van ja, het voelt toch niet goed altijd, de orders die wij moeten uitvoeren. Dus dat vind ik een hele positieve ontwikkeling. Ja, op de voorpagina wordt er aandacht aan besteed in de andere krant. Politiegeweld, demo Amsterdam, bewuste actie. Raf, dank voor je tijd. Ja, jij ook Niels. Ik wens jou een hele fijne dag en succes met je podcast. Ik lees mijn eigen krant, de andere krant. Oké, we gaan verder met Twan Rongen van de andere krant. Twan, je hebt een artikel geschreven en dat begint als volgt. Het vrije leventje van een vrachtwagenchauffeur met de vlam in de pijp behoort al jaren tot het verleden. Hè? En dan moet ik toch eventjes denken aan de vlam in de pijp, maar dat is toch wel leuk, hè? De vlam in de pijp, ik door de Bredderpas. Ja, die is een klassiekertje. Maar dat is dus eigenlijk een beetje passé, hè, zoals we dat kennen. Compleet. Kijk, ik ken wel een aantal chauffeurs. Overigens, ik heb ooit zelf overwogen om chauffeur te worden, weet je wel. Net als voetballer en brandweerman en je kent dat wel. Ja, en, ja. Vakbondsleider en weet ik het allemaal wat ik wilde worden. Dominee. Maar chauffeur was altijd een beroep. Ja, lekker vrij, eenvoudig van A naar B. Ja, zo lekker aan wegrestaurants met collega's, lekker ouwehoeren met een paar bitterballen en schuine moppen tappen. En gewoon lekker in de vrachtwagen zitten en luisteren naar Nederlandstalige muziek. Nou ja, op een of andere manier heb ik er altijd wel iets mee gehad. Dat komt ook omdat er bij ons in de buurt een wegrestaurant was, Kanters, in de buurt van Moerdijk. Elke vrachtwagenchauffeur kent die zaak. Okay. Dus dikbuikige, stoere. Dat is wel een beetje stereotype, hè? Ja, dat, en dat stereotype beeld van de chauffeur, dat is compleet verdwenen. De vrijheid, ja, die is totaal weg en is een complete Big Brother staat geworden eigenlijk, waar zij in verkeren. Ja, want ik zie op de foto hier van je artikel, zie ik toch een jonge, redelijk jonge man nog. Of tenminste, hij is 57, zie ik hier, maar hij ziet er nog goed uit. Zeker niet dik. Dat was Jurgen Vugts waar mee in gesprek ging. En die vertelt dus dat er heel veel ontwikkelingen zijn in die branche. Ja. Die toch een hele, ja, die de rol van de vrachtwagenchauffeur toch heel erg doen veranderen. Ja, de vrachtwagenchauffeur tegenwoordig is eigenlijk gewoon een soort. Het is op weg naar een complete robotisering eigenlijk. Hè. Ze hebben lane guards. Dat betekent dat de vrachtwagen, die rijdt altijd midden. Hè. Je hebt zo'n strook. En dan zorgt die lane guard, die zorgt ervoor dat je dus altijd in het midden van die strook blijft. Dus als jij een beetje naar links, dan stuurt de auto. Dan gaat die automatisch, zit er druk op, waardoor je weer in het midden van de weg komt. Oh ja, dat is het LGS-systeem staat hier. Zijn allemaal termen. Cruise control, maar dan weer een soort 2.0 versie daarvan. In dit geval, die man die had dus een auto van een Duits beroemd merk met de ster. En dan was alle auto's van datzelfde merk, vrachtwagens die in die regio reden, die praten min of meer digitaal met elkaar. Dus hij krijgt om de havenklap, krijgt hij op zijn boardcomputer, krijgt hij allemaal informatie over, u gaat dadelijk naar de Brennerpas. Pas op, de derde bocht links, daar is het een beetje glad. Daar is een kleine file, daar is een opstootje, daar zijn stoplichten. Nou ja, het zit heel de tijd. Dus dat hele vrije gevoel, dat is helemaal weg. Lijkt wel heel gecontroleerd ook, of niet? Ja.
En dat komt ook nog eens bij. Kijk, je hebt de 2030 magische jaartal die altijd opdoekt als je... Als je de WEF bestudeert, als je Biden hoort met de Great Reset 2030, dat is een soort mijlpaal waardoor alle digitalisering werkelijkheid wordt. Nou, en dat wordt dan verkocht als het Walhalla van het, nou dan gaan we pas leven. Nou, en Jurgen, die moet daar natuurlijk helemaal niks van hebben, want hij wordt nu al helemaal ingeperkt in zijn manier van leven. Het is een race tegen de klok. Hij wordt continu wordt hij gevolgd door het bedrijf. Hè. Die hebben door de planning, die weten waar die is. Er zijn bepaalde tijden waar hij zich echt strikt aan moet houden. Pauzes die hij moet nemen. Dus als hij bijvoorbeeld ergens onderweg is en hij moet even een plasje plegen, dan staat hij meteen onder tijddruk. Ja, ja, ja. En aan het tegenovergestelde is ook weer, dat is dan ook heel merkbaar, als hij dan bijvoorbeeld een kleine vracht heeft en hij heeft een pauze van, er staat in 1 uur en nog wat, en hij denkt, nou ja, ik rijd door. Dan wordt die tijdwinst wordt weer afgetrokken van zijn... En strafpunten. Het is dus eigenlijk... Hè? Strafpunten. Ja, hij heeft me het allemaal verteld. Maar het allemaal zo ingewikkeld. Dat ik dacht, ja, als ik dit allemaal op ga schrijven... Dan vallen de lezers af. Ja. Het is gewoon een... Maar in dit geval, hij is chauffeur van onveilige stoffen. Dus... Ik kan me daar wel iets bij voorstellen natuurlijk, dat daar de nodige controle op moet zijn. En dat vindt hij zelf ook. Hij heeft er allemaal cursussen voor gevolgd. Dus het is ook hij past helemaal niet bij het clichébeeld van een wat wij van een chauffeur hebben. Het vrije ideaal, wat je altijd had als vrachtwagenchauffeur, dat is wel een beetje verdwenen, als ik het zo begrijp. Maar dus is het ook zo dat die man die je hebt geïnterviewd, die titelt zichzelf ook als wappie, hè? Misschien wel leuk om in te duiken. Want doordat je dus als vrije geest of als wappie, zeg maar, vrachtwagenchauffeur bent, wordt het je nog steeds moeilijker gemaakt. Ja, dan ben je de sjaak. Want waarom ben je dan de sjaak? Nou, dus hij heeft de mazzel. En dat is dat ze hebben 1 vrachtwagen. En het is 5 dagen op, 5 dagen af. Heeft hij dus een collega. En dan is hij 5 dagen aan het chaufferen. En dan is de volgende weer. En dat is ook een antifaxer. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een verkeersbord genomen met de hoofdletters WAPPIE. Ja. En dat hebben ze onder de voorruit gelegd. Dus overal waar ze naartoe kwamen om te lossen, ja, dan komen ze bij de slagboom en bij de portier. En dan gaat meteen, zei hij, dan gaat meteen dat als een lopend vuurtje door het hele bedrijf heen waar ze moeten lossen. Ja, en dan merkt hij toch dat hij getreiterd wordt. Serieus getreiterd? Vervelende opmerkingen. En dat ze langer moeten wachten. Want zo'n vrachtwagen gaat allemaal op minuten. En dat lossen. En dan moeten ze langer wachten. En dan staan ze in het rij. En, gewoon gedemoniseerd. Dus toen hebben ze het maar besloten om... Om dat wappiebord weg te halen. Om mensen niet. Om zichzelf eigenlijk als het ware te beschermen. Hè? Kijk, en hij doet ook een mondkapje op dan. Met frisse tegenzin. Ja. Oké. Maar goed, dus de Big Brother rukt wel op in de transportsector, kunnen we zeggen. Ja. Maar ja, goed. Jij hebt het zelf ook verteld dat je. Dat toch al het effect merkt van die 2030 agenda en dat je daar ook wel in je privéleven wel mee te maken hebt, hè? Ja. Dus moet ik eventjes, mag ik dat even dan wat nader preciseren alsjeblieft? Kijk, ik woon in een stadje, Zevenbergen. Geweldig plaatje, daar heb ik het heel erg naar mijn zin. Door de lockdowns, ik woon bij mijn vriendin en ik vind het wel leuk eigenlijk om in een café te werken. Nou, dat kan dus helemaal niet, want ik heb geen QR-code.
Maar ik mag dus wel in de bibliotheek mag ik zitten. En dat doe ik dan. Maar dan, ja, op een of andere wijze val ik daar dan niet helemaal lekker in het putje. Want ik bezorg daar ook wel eens de andere krant. Daar heb ik nog helemaal geen reacties op gehad. Maar dat gaat dan ook als een lopend vuurtje. En er zijn wat ouderen vandaag, die zitten daar ook. Waaronder ook een hele wakkere oudere man die geabonneerd is op onze krant. Ja. Maar ja, die vertelt daar ook heel erg over. En hij vindt het allemaal onzin, die maatregelen. Dus er vinden daar in die bibliotheek vinden daar best wel eens heftige discussies plaats. En dat doe ik dan af en toe aan mee, want ik zit eigenlijk hoofdzakelijk daar te werken. Ja. Maar toen heb ik op weg bij de kerstborrel van de andere krant, toen kreeg ik in de auto een telefoontje van de bibliothecaris. En met de mededeling, ja, dat er klachten zijn gekomen over mij. Klachten? Ja, ik zat dus met... Kijk, weet je wat het is? Als ze je willen pakken, dan pakken ze je nooit op waar het werkelijk om gaat. Maar dan gaan ze allerlei... Dus ik zit achterover en dan leg ik mijn voeten wel eens op de stoel. Ja. En mijn mondkapje, die heb ik wel eens heel slordig. Want als ik naar het toilet moet, moet ik weer dat mondkapje opzetten. Dat doe ik dus niet vaak. Dus dat is twee. Ja. Drie, dan leg ik dat mondkapje op de tafel. Dat mag blijkbaar niet. Verder heb ik wel eens aan de medewerkers van de bibliotheek heb ik gevraagd: heeft u voor mij 50 eurocent voor de koffie? Ja. Nou, dan heb ik nu een schuld van 1,50 euro. En die heb ik nog steeds niet terugbetaald. Nou, dat is wel een schandalig hoor, dit. En ik zeg, ja, wat is nou het punt? Ja, daarom bellen we jou op, want we wilden jou eigenlijk in eerste instantie een waarschuwingsbrief schrijven. Want als je dit niet aanpast, ja, dan moeten we je de toegang geven. Dat is één. Oké, okay, ja. Maar ja. Maak nog even door. Ja, nou ja, vooruit dan. Dat is één. Nou, ik zit op een boxclub. Nou, dat waar Rico Verhoeven bijvoorbeeld het traint. Nou ja, daar kom ik QR-codeloos, kom ik daar niet binnen. Ik ben al 10 jaar lid. Ik begrijp het ook wel, want die mensen moeten... Dus, maar nu trainen we buiten. Dus dat is dan weer een meevaller. Nou, dan heb ik een café, de bakkerij. Een geweldige tent waar ik elke dag wel eventjes een biertje kom halen. Ja, daar kom ik wel in, want ik heb namelijk een perskaart. Ah, oké. Okay. En dat mag, hè. Dat is officieel, wettelijk. Dus ik heb dat een soort afspraak met... En ik doe daar ook regelmatig een talkshow. Ja, nou niet meer, maar elke... Dus, oké, dan zit ik daar wel eens en dan krijg ik toch wel hele vervelende gesprekken. Nou, dan ga je naar buiten. En dit is echt heel... Ja, dit is echt heel ordinair wat ik nou ga vertellen. Ja, nee, nou, ja, dus ik ben afgelopen vrijdag, of een paar weken geleden op een vrijdag, ben ik na rond een uur of tien, was het 10 uur moest dicht. Hè? Nou, oké, om 10 uur ben ik met een paar maten van mij ben ik naar huis gegaan. Krijg ik de volgende dag een telefoontje van de kastelein. Ja, Twan, ik heb een mailtje binnengekregen van twee gasten. Die hebben gezegd dat jij op het terras hebt zitten zeiken. Nee. Ja, echt? Ik zei, wat? Is gewoon... Dus ik heb de naam van een wappie te zijn. En ja, ik merk gewoon... Maar er worden allemaal wilde verhalen over jou verzonnen. Ja. Nou, dan ga ik tanken. En dan zie ik vanuit de auto dat het tankstation dat helemaal leeg is... Ik ga naar binnen, blijkt er één iemand te zijn met een mondkapje, een klant. Ik heb geen mondkapje op. Ik loop naar buiten, staat er een politieauto voor de... Voor... Ja, ja. En ik ben heel erg, ik zeg, wat is er? Ja, u bent zomaar mondkapjeloos. Nou goed, heb ik geen boete gekregen of zo. Maar... En dan is er in Zevenbergen ook nog een andere kroeg.
de gezellies. En daar zitten regelmatig wat wappies. Ja, we krijgen nou wel een hele... En daar ben ik aangesproken op het volgende. Ik werk voor de andere krant. Dat weten ze. Velen zijn ook abonnee. Ja. Dat vinden ze heel leuk dat ik dat doe. Dus ik ben één van hen. En ik voel dat ook heel... Maar of ik toch ook niet een soort van controlled opposition ben. Hoezo dan? Ja, ja. Nou, wij hebben gehoord dat jij in de Albert Heijn bent geweest met een mondkapje op. En dat klopt. Ik ben dat gezeik, net als die chauffeur. Ja. Ben ik onderhand beu. Dus er wordt gezegd van oké, je doet weer een keer mee. Je draagt een keer wel een mondkapje en dan ben je controlled opposition. Ja. Ja, oké. Maar goed, mijn wereld wordt dus ook alsmaar kleiner. Net zoals de vrachtwagenchauffeur zei. Ja, en de vrachtwagenchauffeur was een geweldige man. Een hele inspirerende man. Want die heeft een soort tegengif. En dat heb ik ook. Je moet kijken wat wel kan. Dus wat doet die man? Die wandelt bijvoorbeeld naar... wandelt heel veel. Mm-hmm. Hij zit in zweethutten. Hij doet NLP-cursussen, neuro-linguistic programming. Hij leest boeken. En hij zit in een antifax club waar allerlei mensen bij elkaar komen om elkaar te inspireren. Dus ik heb daar ook wel weer heel veel inspiratie uit geput. Leuk zeg. De mensen kunnen het lezen op pagina 17. Andere zaken. Big Brother rukt op in de transportsector. Twan, dank voor je tijd. Dankjewel. Vond je het nou een leuke podcast? Abonneer je op een van onze kanalen, zoals iTunes, Spotify of YouTube. Of koop de krant op deanderekrant.nl. Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl.